Vlog op Dutch Racing Fans. Vandaag gaan we een bezoek brengen aan het Jaba circuit in Posterold. En dat allemaal met de Autospeedway wedstrijden daar. Gisteren zijn die wedstrijden gereden in de Saloon Stockcars om de Gouden Helm trofee. Althans, daar kon ze punten voor halen. Vandaag zal hier de finale plaatsvinden. Wij gaan een rondje maken en we gaan links en rechts eens kijken hoe het ervoor staat met de coureurs en de organisatie. En u een nadere uitleg geven van wat houdt het in, de Autospeedway hier in Posterold. Ja, zoals ik juist al vertelde, zijn hier vandaag wedstrijden om de Gouden Helm trofee in de Saloon Stockcars. En ik ben hier aan het rondlopen en ik kom een hele bekende coureur tegen, Louis Hagen. Louis Hagen, hoe lang rij jij al Saloon Stockcars? Nou, ik rij nu voor het 42e jaar. En ja, ik heb bijna alle wedstrijden gereden, buiten ziekte of schorsingen. En je hebt ook bijna alles gewonnen. Alle titels die er maar te winnen waren, die heb jij denk ik wel gewonnen, of niet? Ja, de meeste wel, ja. Behalve de wereldkampioenschap niet, maar anders het Europees en nationaal ben ik ook al verschillende keren geweest. Gouden Helm, ja, alles wat er te halen is. En je hebt zo ongeveer op alle circuits in Nederland, alle ovals wel gereden, ook een hele bekende naam. Wat de mensen misschien niet weten, een Saloon Stockcar, de spelregels van zo'n speciaal geprepareerde wagen. Ja, als jij op een gegeven moment iemand inhaalt of zo, wat zijn de spelregels bij de Saloon Stockcars? Nou, de spelregels zijn, je moet ze altijd van achter naar buiten draaien. Dat is dat de voorkant het middentrein gooi. En dat is in de bocht een tik, ja, een tik geven, zodat je een beetje rechtdoor gaat. En ja, dat is eigenlijk de spelregels. Wat voorbij rijden mag je in principe niet. Oké, dus het is eigenlijk verplicht. Inhalen moet je hem ook omdouwen. Dus ja, is natuurlijk volop sensatie voor het publiek. Jij rijdt nu 42 jaar al. Hoe lang denk je en hoop je hier nog mee door te kunnen gaan? Ah, dat weet ik niet. Daar doe ik geen uitspraak over. Want elk jaar is anders. En ik wou ook al een dag houden. Ik ben al 62. Dus, eens kijken. Dus ja, dat weet ik nog niet. Nou, heel fijn dat je even voor de camera wou komen. En dat de mensen jou ook met jou hebben kunnen kennismaken. Hier op Dutch Racing Fans Louis Hagen. Mensen, een naam om te onthouden. Al 42 jaar rijdt hij mee. En we wensen jou vandaag heel veel succes. Ja, ik hoop dat we zullen zien hoe ver we komen. Het is voor mij voor het puur een hobby. En het gaat mis voor mijn zoon. Die rijdt en die, ik hoop dat die wint. Ja mensen, ik ben dus juist aan het rondlopen. En ik zie hier iemand rondlopen met een t-shirt. Met erop DBS Racing Picks. Nog nooit van gehoord. En ik wil hem toch even aan u voorstellen. Goedemiddag, zeg even wie je bent en wat je zoal doet met dat mooie t-shirt aan. Ja, ik ben Duncan Bemelmans, ik maak foto's vooral voor Hendrij en ook soms in Engeland, maar ook vandaag hier in het mooie Posterold. Oké, DBS Racing Pix, waar staat DBS voor? De D is van mijn voornaam Duncan en de B en de S van mijn achternaam. Oké, en als mensen jouw foto's willen bekijken, waar moeten ze dan ergens zijn? Vooral naar Facebook gaan op DBS Racing Pix. Oké, nou, ik wens je heel veel succes en bedankt dat je even voor de camera wil komen. Dankjewel. Hoi. En ik loop hier net over het rennerskwartier en ik zie hier een sticker op de wagen zitten. Zit er al sinds vorig jaar zit hij er al op. Een sticker van Dutch Racing Events. Nou, de dame die in deze wagen rijdt, wil ik natuurlijk graag even voor de camera hebben. Hier hebben we Joyce. Joyce, allereerst bedankt natuurlijk dat jij een sticker op je wagen hebt en daarmee Dutch Racing Events ondersteunt. Welke klasse rij je eigenlijk precies? Ik rij in de Sprint 1300. Sprint 1300. En de, hoe lang doe je dat al? Op dit moment 2 jaar. 2 jaar. De regels, de Sprint 1300, is dat een non-contact klasse? Ja, dat is wel de bedoeling. En ben je al succesvol geweest vorig jaar en dit jaar? Ik ben vorig jaar vijfde geworden. En dit jaar in het midden ongeveer. In het midden. En hoe schat je kansen voor vandaag in?
Ook in het midden. In het midden. In het midden ongeveer, ja. Nogmaals bedankt voor die sticker op je wagen en heel veel succes. Graag gedaan. Dank je. Tot de volgende keer. Ik heb net al verschillende klasses onder de aandacht gebracht. En hier is nog een klasse die echt ontzettend leuk is. En dat is de Toyota-klasse. Ik heb hier Roald Severens bij me staan. Even kijken dat ik je in beeld heb. Ja. Roald, jij rijdt al behoorlijk wat jaren de Toyota-klasse. Ja, ik rijd nu 15e jaar Toyota-klasse. En 20 jaar Oval. En diverse andere klasses gereden. En eigenlijk deze klasse het langste. Ja. En was jouw beste resultaat wat je hebt gehaald met de Toyota-klasse? Ja, ik ben een paar keer breinkampioen geworden, de jaren weet ik niet meer. Maar ik heb eigenlijk voor mij het belangrijkste mooie wedstrijd te laten zien. En winnen of verliezen maakt mij niet zoveel uit. En het chassis en de motor van de Toyota-klasse, waar bestaat het uit? Ja, het zijn 1660 klappen Toyota-motoren. En oude Formule Ford is mee begonnen. Ik had alle klasses van formulewagens mogen meedoen tot een bepaalde cc en pk's gewichtsverdeling. Ja, en als nou de mensen en die denken van god, dat is hartstikke leuk, dat is hartstikke interessant, daar wil ik ook graag een keer mee meerijden. Waar kunnen ze zich dan melden? Ja, we hebben sowieso formuletoyota.nl, ja, op onze eigen website severensracing.nl. Daar kan sowieso contact genomen worden en we kunnen altijd een keer een testrit regelen. En dan kunnen ze kijken wat het is. Nou, hartstikke mooi. Hey, ik dank jou voor deze uitleg over de Toyota-klasse. En mensen, u hoort het. Heeft u misschien ook de interesse om te gaan racen in deze klasse? Hij is heel betaalbaar. En ja, ook natuurlijk voor de racefans, hoe meer wagens op de baan, hoe mooier dat het is. Roald, bedankt. Dank je wel. Succes. Dank je. Ja, vandaag rijden hier ook de Stockcars Formule 2 op de baan op het Jabercircuit in Posterholt. En een van de oude rotten in de Stockcar Formule 2, en daar rijdt hij vandaag ook mee, is Henk Peters. Henk, fijn dat je even voor de camera wil komen. Ik heb een vraagje. Vanaf wanneer rij jij als Stockcar? 1991. Dus dat betekent eigenlijk vandaag je 25-jarig jubileum. Ja, het is dat jij het zegt, anders had ik het zelf niet geweten. Nee, eens kijken. En dan onder de nummer 25. Voor de mensen die de Stockcar Formule 2, die dat niet kennen, wat voor motor liggen erin? En de spelregels, wat mag je met zo'n wagen? We mogen elkaar voor de bocht een tik geven voor positie te verbeteren. Dat mag. Doen we ook regelmatig. Daar maakt het ook spannend. Dat maakt het ook leuk. Ook voor de toeschouwers die komen kijken. De motor die erin liggen is een Ford 2 liter. Is gebouwd in Engeland, ze bouwen ze ook in Nederland. Maar... Iedereen heeft toch zijn eigen keuze daarvoor. En hoe schat je je kansen voor vandaag in? De kansen voor vandaag, iedereen is snel. Er zijn maar 18 rondjes, veel deelnemers gelukkig vandaag. En, dus ja, geef je eigenlijk wel een kans. Ja, want het is een kans, maar je moet ook geluk hebben dat, hoe je dat veld heen komt. Het is natuurlijk wel zo, Peters rijdt meestal wel vooraan, hè? Eén van de drie wel, ja. Ja, nou,